Hey jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag. Ik ben op kantoor in Haarlem. Eigenlijk zijn Emmy en ik, as usual, een rondje aan het lopen voor foto's. Dat doen we altijd. Ja, vinden we leuk. Ja, want we doen natuurlijk creatief werk, dus we kunnen ons hoofd legen en content maken. Leuk. En het is super zonnig vandaag. Mijn stage zit er weer op en ik heb ook twee hele leuke foto's die binnenkort op Instagram komen. Nu ben ik thuis, of bij mijn moeder in ieder geval. Patrick is er ook. En er liggen nog Valentijnsrestjes. Dit was een hartjesballon. Wat is het nu? I don't know. Maar in ieder geval, vet leuk. Ik heb lekker mijn comfy kleding aan. En ik denk dat we een film of een serie gaan zoeken. Ja, wel chill dat ik vandaag thuis kan werken. Want het is heel koud. En het heeft gesneeuwd. En dan heb ik tijd om dit op te ruimen. Want er is dus een ballon geknapt. Echt midden in de nacht. Patrick en ik schrok ons dood. Ik moet echt nog steeds een beetje mijn vibe vinden met vloggen. Nu ik gewoon 40 uur stage loop. Maar anyway, dit is mijn werkplek today. Wacht, geheime stage dingen daar. Ik heb hier een superleuk bekertje die ik in een perspakket kreeg. Met sinaasappelsap. Patrick heeft voor mij thee gezet in mijn mok die ik uit Valencia heb. Ik heb water. Naast mij zit Patrick. Ik heb Patrick zijn hoodie gestolen. Deze is van de Sting, maar ik wil hem zelf ook kopen. En ik hoop dat ik eventjes vanmiddag een pauze hier kan nemen. Dat we even gaan wandelen. Dat ik een foto hierin kan maken. Patrick van mij in ieder geval. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is lekker zacht. Super heftig. Ik dacht, ja joh, we gaan buiten een Instagram foto maken. De gevoelstemperatuur was min 13. Just chillin in de hoodie van Patrick. En daar gaan de hartjes ballonnen. Patrick is allemaal kapot aan het maken. Ik moet er nog steeds morgen dan eventjes de confetti opruimen. Maar ja, dat wil jij wel voor me doen, toch? Ja. Lief. Maar weet je wat we vrijdag gaan doen? Hoi, mam. Oh, sorry. Ik ga vrijdag met Patrick de nieuwe menukaart van Suma uitproberen. Ah. Niet leuk, hè? Dat hadden we gisteren moeten doen. Wat? Leonie trakteert. Ja. Dat is helemaal niet waar. Dan zit ik aan een droog broodje thuis. Ja, zie jij aan een droog broodje? Want nu je dochter soort van uit huis is, mag je alleen maar brood eten. Oké, ik ben dus weer op stage en ik loop stage bij mijn YouTube-netwerk. En ik zag gisteren toevallig dat ik hier vandaag precies 2 jaar aangesloten zit. Dus toen dacht ik, dat moet gevierd worden. Oh. Ja, oh. Dit is witte chocola, denk ik. Oreo is het. Omdat ik wist dat jij van witte chocola houdt. Dit is een croissant donut. Dit is met Nutella vulling, volgens mij. Dit is maple syrup. Dit is Rocky Road. En dit is gewoon leuk blauw, volgens mij. Ja, heel leuk blauw. Ja, ik dacht ook Nationale Complimentendag. Dus ik had zin om gewoon leuks mee te nemen. En ik zit 2 jaar bij Age. Dit is echt mijn allereerste kroon. Het ziet er heel interessant uit, wel. Dit is Rocky Road met een heftige chocoladevulling. Chill, ik ga zo samen met Emmy voor haar kanaal een sushi mukbang filmen. Dus hier is de sushi al. We hebben helemaal dit lege kantoor geclaimd, waar ik mijn eerste stagedag had. Ik weet niet of ik daar iets gefilmd heb, maar in ieder geval nu zitten we in een ander kantoor. Maar we hebben even een schermpje opgehangen en helemaal spullen eruit gehaald. Zodat we hier nu kunnen filmen. Ik hoop alleen niet dat het heel erg gaat echoen. Maar voor haar kanaal is het Sushi Mukbang en voor mijn kanaal een andere video. En dat komt voor jullie aankomende zondag al online. Wat gaan we zo doen? Wij gaan zo een mukbang filmen. Is dat voor mij vroeg? Ja. Oh ja, ik heb het al een beetje verteld eigenlijk. Oh, oké, okay. Maar dit is wel een leuke setting. Dus ik denk, als je mijn vragen nou afknipt, zo van dat je gewoon begint met, wij gaan samen. Ja, ik heb al gezegd dat het na de vlog zondag online komt. Oh ja. Dat klopt. Ik heb er heel veel zin in, want we hebben besteld bij de sushi tent, waar Emmy altijd bestelt voor in de fans. Sushi. En daar heb ik al 1 keer eerder sushi van gehad en dat was zo lekker. We hebben ook echt veel. Ja. Lekker! Maar als jullie willen weten wat, dan jullie aan meedoen. Oké, chill. Mijn buik is weer gevuld met sushi. En Mee is even alle rest aan het weggooien. En dan gaat ze me zo opmaken. Dus ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ik draag de lijst niet meer zoveel. Maar ik ben benieuwd wat Mee ervan gaat maken. Ik ook! Het komt aankomende zondag onder. Oh, dat heb ik. Ja, en Mee gaat dus mijn make-up doen. Dat is de video nu. Ik heb het al een beetje schoongemaakt. Oh. Zo. Ik ga even plassen ook. Maar ik ga echt, zeg maar, echt mijn best doen. Ik wil niet lollig, random maar wat doen.
Nee. Zal op zich wel grappig kunnen wezen, want ik heb dit nog nooit gedaan. Maar ik wil wel echt mijn best doen. Misschien komt er nu ineens een verborgen talent naar boven, hè? Ja? Ik ga het gewoon lezen. Ja? Nee. Afkoelen! Dit is moeilijk. 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 Je kwast opmaken. Want dat denk ik ook. Oké. Ik ben weer thuis. Ik heb de min 18 gevoelstemperatuur getrotseerd. Mijn make-up is er af, dus dat is chill. Maar ik voel me echt vies. Ik moet mijn haar ook echt wassen. Dus ik ga lekker douchen. Het is zo... Het is zo lang geleden, maar ik ga lekker met Barbara Game of Thrones kijken. Ja. Ik heb het echt al 2 weken niet gezien of zo. Langer, denk ik. En daarvoor ook echt maar, toen ook maar 1 aflevering of zo. Zie je dit? Oké, ik ga nog eventjes mijn vertrouwde nachtcreme aanbrengen. Deze van de Ethos. Ga ik lekker slapen. Lekker op tijd, het is 10 uur. En dan is morgen weer een thuiswerkdagje. Goedemorgen, ik heb weer een thuiswerkdagje en ik weet niet of Barbara nog slaapt, dus ik praat een beetje zacht. En ik heb een beetje last van mijn stem, zoals je kan horen. Ik zal eventjes mijn outfit laten zien. Deze ketting is van Shizzy. Deze heb ik een keer gekregen. Shirts van Shein, broek is van Shein, glitter sokken zijn van Shein. Mijn scrunchie is van de Primark. Ik wil mijn haar nog stylen en ik ga vanavond ook uit eten met Patrick. Maar ik dacht, voor nu vind ik dit ook wel leuk staan. En dan zit ik zo aan mijn mini bureautje te werken. Deze van de Flying Tiger. Deze ook van Shizzy. Natuurlijk mijn laptop waar ik lekker stagewerk op ga doen. De spiegel komt trouwens van de Blokker. En voor de rest zie je alles in mijn verhuisvlogs. Ik word er echt zo gelukkig van hoeveel zonlicht hier altijd naar binnen komt schijnen. Super chill. Oh, je wordt je ook zo lekker warm van. Ik heb altijd koude voeten hier, dus ik ben zo fashionable vandaag. Kom maar goed, want ik ga dus nog uit eten. Maar ik moet dus zeg maar ook een verslag maken voor school over mijn stage en zo. En dat ben ik heel erg aan het uitstellen. Hoe laat is het nu? 1:50. Ik moet dit echt gaan doen. Ik moet hier echt aan gaan beginnen. Oké, nu heb ik het ook vastgelegd op de vlog. Dus ik laat jullie zo weten hoe het is gegaan. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. I guess I see the things that they be wishing on me. I hope I got some sisters that outlive me. They gon' tell the story she was different with me. Oh, hier gaan weer zoveel uiteenlopende meningen over zijn. Maar Ronnie en Femke, helemaal leuk. Vandaag is het nummer uitgekomen en ook de clip. Ja, laat me weten wat je ervan vindt. En laten we vooral iedereen's mening respecteren en accepteren. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Ik weet echt niet wat ik vandaag aan moet. Bij mijn moeder thuis had ik echt al mijn kleding hangen. En hier heb ik dus ook spullen liggen. Waardoor ik echt ietsje minder het overzicht heb of zo. Maar ik wil wel gewoon iets chills aan voor het eten. Het hoeft niet chic of zo. Als ik straks de deur uit ga, doe ik dit rokje aan van Shein. En dan doe ik of dit shirt in het grijze aan. Of die ik nu aan heb, gewoon de zwarte. Chill. Dat rokje zit ook ruim. Patrick lekker mee. Lekker veel eten. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik weet niet of ik het nou gezegd had, maar Patrick en ik willen dus heel graag naar Sumo. Omdat ze, wow, een nieuwe menukaart hebben. Dus we willen alle nieuwe gerechtjes proeven. Dit is uiteindelijk mijn outfit geworden. En op mijn lippen draag ik een lip liner van Primark. En ik zal het wel eventjes laten zien trouwens. En ik draag dit er overheen. Dit is nummer 211 van L'Oreal. En dus de lip liner die ik nu kwijt ben. Ik ga het schattigste eten wat ik ooit gedaan heb. Vlees! Het is 2 maart. Vlees. Ja. Niet grappig, ik zit zo vol. Maar we gaan nog even boodschappen doen. Maar ik kan geen eten meer zien en overal ze eten. Oh, mijn neus. Het is echt koud. Maar de panty is dus wel echt warm. Deze jongen die weet het allemaal niet. Laat het even in de reacties weten of jij een panty draagt met de kou. Want het is echt warm. Ben heel blij. Vertel. Patrick blijft hier voor het eerst slapen. Echt leuk! We slapen echt al 7. Nee, niet 7,5 jaar bij elkaar. Want eerst mocht het nog niet van mijn ouders eigenlijk.
7 jaar slapen bij elkaar. In het eerste nachtje staan we hier. We hebben ook echt eten gehaald. Maar ik weet niet of ik ga eten hoor. Ik zit echt vol. Maar we hebben het in ieder geval. En mijn thee. En dit wordt even mijn nachtkastje voor de avond. Waar is jouw thee? Staat hier. Oeh. Nu niet meer. Oh, ik zit gewoon helemaal te hijgen omdat ik zo vol zit. Het leven is zoveel zwaarder nu ineens. Oké, gisteren zijn Patrick en ik aan een nieuwe serie begonnen. Weet jij nog hoe het heet? Altered Carbon of... Nou, het was een hele rare naam. In ieder geval, 1 aflevering gezien. Het was super cool. We hebben vet lekker geslapen. Vandaag ga ik mijn eerste pashoekjes op opnemen. Spannend. Dus abonneer je als je die niet wil missen. Want wij gaan nu de deur uit. En dan heb ik je heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!